Oh, wat leuk. Dit is hetzelfde voer is het? Oh, hetzelfde voer. Het is zo lief dit. Ja. Hè? Maar ze zijn nog niet wild nu, want s morgens vroeg dan willen ze eten. Oh, dan gaat het toch elkaar door. Hé. Hey. Kom maar. Zo, hè? Jij bent echt lekker aan het pikken, hè? Dit is een kippetje. Rustig, hanen zijn veel wilder. Oh, dus je hebt ook haantjes erbij, oh, bij die kleintjes. Ik heb kippen en halen. Wil je op schootje zitten, mag hoor. Misschien komen ze nog niet. Ja, als ze in de gaten komen, zeg je. Nou, eet je eet aan de hand. Oh ja. Ik zal even hier uit. Ja. Moet je op dat uit de hand eten. Kom maar. Uit de hand. Hier, kom maar. Ik ga weg. Kom maar. Ik ben weg. Kijk maar. Ja. Ja, hartstikke leuk. En je kunt zo'n beet pakken hoor. Ja, maar ze hebben mij toch gewaarschuwd hoor. Ik moest even weg van ze. Nee, kijk hier, je kunt het weg. Ja, ik snap het. Nu is er niks. Even later gaan ze water drinken. Ja. Want dan moet natuurlijk dat ze droog voelen, moeten ze dus doorslikken. Hé, je bent het pikken en geen bak, hè? Maar is het misschien dat ze jou niet pikken, maar wij mij wel? Nee, ze pikken je niet. Echt niet? Echt ik zal het even proberen. Nee. Kom maar. Nee, meer geeft geen eten nu. Oh, ik heb niet eten gegeven. En weet je, ze bijten wel eens in je vinger, maar je voelt niks. Het is plat op je hand. Nou, kom maar, eten. Kom maar eten. Kom maar, kom maar. Oh, ja, ik weet het. Niks. Het voelt gek, maar je ze bijten soms in je vinger. Ja. Maar dat doet ook geen vinger. Lekker, doe wel handschoenen aan. Nee, hoeft helemaal niet. Je voelt toch niks? Het is alleen een soort eng. Ja, maar ze kunnen wel hard bijten. Nee, ze kunnen niet hard bijten. Ze bijten niet vinger. Nou, dat zeg jij. Nee, ze kunnen. Dat zeg jij, maar dat geloof ik niet. Dat is niet waar. Ze kunnen heel hard bijten. Deze nog niet, ze zijn veel te klein. Dan gaan ze zo erin toe, dan stoppen ze de kop in de water. Ja. En ze zijn met elkaar opgegroeid, dus kippen en de ganzen hebben geen probleem met elkaar. Ja. Zie je hoe deze hier? Leuk hoor, ja. Hé, voedertijd. Nou, het is toch wel leuk dat ze nu toch ook wel eten, want dat is toch wel handig. Ja, dan willen ze het zeker. Ja. Kijk hier. Ja, niet allemaal tegelijk. Op het schootje zitten. Kom maar. Niet op mijn poepen, hè. Kom maar. Dit is toch leuk. Probeer liever aan mijn hand eten. De poten wat geler, die zijn natuurlijk droog, hè? Oh, als ze nat zijn, zijn ze geler. Ja. Ja. Dan een beetje stoffig moet. Ga je erbij? Zo? En dit heb ik gewoon uit die grote ton altijd. Gewoon dat je zo'n gevoel hebt. Maar ze eten per dag, laten we zeggen, hier buiten. S'morgens een halfje en s'middags een halfje. En dan ligt er ook wel wat op de grond nog. Het is niet zo dat ze alles opeten. Ze hebben echt genoeg te eten, want ze eten ook gras. Ja, ze eten ook. De ganzen eten heel veel gras. Ja. Ook vlak voor de deur bij ons, dat korte gras pikt het eruit. Nou, dit ga je dan op de grond.